Fred en de flessenfiets. Ik ben Cleo de Meeuw en dit is het verhaal van Fred en de flessenfiets. Fred is een pinguïn en komt hier heel ver vandaan, namelijk van de Zuidpool. Daar heeft hij een brief in een fles gevonden in de IJszee. En dat is ook de reden voor zijn verre reis. Heb je al een verkeershoedje uitgezocht? Zo ja? Klik er dan op en je kunt verder spelen waar je de laatste keer bent gestopt. Zo niet? Dan kun je nu een verkeershoedje uitzoeken. Goed zo. Heel veel plezier. Zoals elke ochtend zat ik op mijn vaste stek aan de haven om mijn ontbijt op te vissen toen er plotseling iets merkwaardigs gebeurde. Wat ben jij voor een vreemde vogel? Zo'n rare als jij heb ik nog nooit gezien. Ik ben Fred de pinguïn. En wie ben jij? Ik ben Cleo. Wat kom je hier doen? Ik ben op zoek naar een fiets. Zo. Een pinguïn op fietsenjacht. Dat zijn allemaal losse onderdelen. Fietsen bestaan wel, maar losse onderdelen rijden niet rond. Ja, maar... Nee. Veel geluk zul je hier niet hebben. En waar zou hier nou een fiets verstopt moeten zijn? En toch is die fiets ergens en ik zal hem vinden. Mafkees, kun je niet uitkijken? Heb ik iets verkeerd gedaan? O jee, jij snapt er ook helemaal niets van. En dan ben je ook nog op zoek naar een hoop waardeloze fietsonderdelen in een vreemde stad. Je weet niet eens wat een straat is. Probeer er eerst maar eens achter te komen hoe alles hier in zijn werk gaat. We hebben 3 kilo wortelen nodig. Ajaj, kapitein. 3 kilo komt voor mekaar. Op als ik je leer hoe het zit in het verkeer. Hier zie je de rijweg lopen. Die is alleen voor auto's open. Ook voor brommers, trucks en bussen. Maar een fiets mag daar niet tussen. Daarom hebben ze met recht hier een fietspad aangelegd. En voor ieder die te voet lopen, springen of kruipen moet, is de stoep eigen terrein. Dus daar loop je reuze fijn. Precies als op het plaatje. Iedereen heeft wel eens geluk. Maar een zadel is nog lang geen fiets. Wauw! Wat is hier veel te beleven. Als ik dat thuis vertel, niemand zal me geloven. Wil je naar de wasweg gaan? Ja. Nee? Ja? Kijk eens, Cleo, daar. Heb je dat gehoord? Misschien zit mijn fiets daarin. Onzin. Een fiets. In zo'n klein doosje? Stop! Blijf staan! Dat is te gevaarlijk! Ga nu toch eindelijk! Waar wacht je nog op? Wie van ons twee mag het eerst oversteken? Zolang jij als een blok op straat blijft staan, leg ik je helemaal niets meer uit.
Cleo, zeg nu, heb ik iets verkeerd gedaan of de auto? Je mag 3 keer raden, onnozelaartje. Ik ben geen onnozelaartje, dat zul je nog wel zien. Heel goed, Fred. Wil je naar de overkant gaan, blijf dan eerst op de stoeprand staan. En kijk wat er op straat gebeurt. Komt daar een voertuig aangescheurd? Wil hij hier de hoek omslaan, heeft hij zijn richtingaanwijzer aan. Heeft de bestuurder je wel gezien? Weet hij ook wat je wilt misschien? Kijk hem daarom altijd aan, zodat hij weet waar jij heen wilt gaan. Dus let altijd op. En rustig aan. Als je goed uitkijkt, zal het wel gaan. Kijk eens, Cleo. Daar is mijn fiets. Onzin. Dat is toch alleen het stuur. Zolang je niet alle delen hebt gevonden, is het nog lang geen fiets. Naar het koekoekskruispunt, alsjeblieft. Het koekoekskruispunt. Geen probleem. Wil je naar de Tekkeldam? Ja. Nee? Daar staat iemand midden op straat. Dat is toch gevaarlijk? Ik moet hem waarschuwen. Ho, stop! Luister toch eerst eens. Te laat. Jij daar! Jij mag toch zomaar niet op straat staan? Wat heb jij hier te zoeken? Ik ben op zoek naar mijn fiets. En jij? Ik zoek helemaal niets. Ik regel het verkeer. En maak nu maar eens dat je het kruispunt afkomt. Maar wel voorzichtig. Kom aan, Fred. Je houdt het hele verkeer op. Ja, zeg. Wil ik iemand helpen en dan is het ook weer niet goed. Pff, met jou kun je wel wat beleven. Maar ik heb toch gelijk? Niemand mag zomaar midden op straat staan. Niemand, behalve als het een verkeersagent is. En die staat hier omdat de stoplichten stuk zijn. En nu regelt hij het verkeer. Anders zou het hier een puinhoop worden. Oh. Dat had je me ook wel meteen kunnen vertellen. Wauw, alweer een deel van de fiets. Dat is vast de bel. Ongetwijfeld. Een fietsbel. Maar dat wil echter nog niet zeggen. Wil je naar de speelstraat? Ja?
Nee? Oef! Een monster! Het wil me opeten! Een monster? Heb jij een monster gezien? Nee hoor, jij? Ik ook niet. Mijn speentje. O jee, dacht ik het niet alweer, die speen. Wil je naar de speelstraat? Ja? Nee? Juich niet te vroeg. In de stad moet je altijd voorzichtig zijn. Plins, plans, plons. De straat is hier van ons. Lekker rennen, klimmen, glijden. Auto's mogen hier niet rijden. Ook geen brommer, bus of fiets. Het verkeer doet ons hier niets. Wat stom. Ik dacht dat dit een speelstraat was. Speelstraat. Dacht je dat je alleen op de wereld was? Natuurlijk mogen hier voertuigen langs, maar ze moeten heel langzaam rijden. Heb je alle fietsonderdelen al gevonden? Als je een fiets hebt, kun je hier je fietsdiploma halen. Ik kom terug. Waar zouden de andere delen van de fiets toch zijn? Dat is Pogo maar, die domme muis. Let maar niet op haar. Herna, je hebt je paraplu vergeten. Oei. Breek mijn klomp. Het fietsframe. Wil je naar de Haaienbeek? Ja? Nee? Ja?
Is het licht rood, moet je altijd blijven staan. Je mag dan nooit de straat opgaan. Hé, wacht even, niet zo vlug. Ik moet toch ook oversteken? Ho, stop! Je kunt niet zomaar alles nadoen. Ben je soms kleurenblind? Daar hebben we het gedonder al. Waarom mag zij wel oversteken en ik niet? Dat is toch Pogo, die domme muis. Ben jij een papegaai die alles nadoet? In het verkeer moet je zelf nadenken en zelf uitkijken. Het muisje, wat vind je ervan? Schatje, het is geen gezicht. Bij groen mag ik oversteken. Heel goed, Fred. Groen is altijd goed. Wil je naar de speelstraat? Ja? Nee? Wil je naar de zwijntjesteeg? Ja? Ja! Joepie! 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 Ja! Joepie! Oh, de bal! Wacht even, ik haal hem wel. Wacht, Fred! Tussen de auto's mag je niet oversteken. Te laat. Wat een pech. Ik had hem bijna te pakken. Voor een bal ren je toch niet zomaar de straat op? Altijd eerst nadenken en goed uitkijken. Gelukkig had hij een helm op. Autoportieren zijn onberekenbaar. Verdorie! Kan er niet beter uitkijken? Ja hoor, Pogo weer. Dat lag voor de hand. Welk varken heeft de bal de straat opgeschoten? Welk varken heeft de bal de straat opgeschoten? Pogo weer, dat lag voor de hand. Als je lange rijen auto's keurig langs de stoeprand ziet, hou één ding goed in de gaten. Ga er niet tussen, dat moet je laten. Want een rijder ziet je niet.
Zorg vooral dat je zichtbaar bent en de bestuurder je herkent. Het verkeer is vol gevaren, je moet je kanten steeds bewaren. Zoek een plek die gunstig ligt, zo houd je het overzicht. Eerst nog uitkijken en pas dan weet je zeker of je veilig over kan. Wil je naar de Haaienbeek? Ja? Nee? Weet je zeker dat je wilt stoppen? Ja? Nee? Nee? Snelheidsduivels, domme muizen, hebben van regels geen idee. Blijven hard door rood heen rijden en maken daar nog brokken mee. Op zulke sukkels let je niet, want van hen leer je geen biet. In het verkeer volg je de regels en geen oliedomme vlegels. Denk er daarom altijd aan, pas bij groen licht mag je gaan. Ik wil ook meerijden. Stop, Fred. Dat is te gevaarlijk. Ben je soms gek geworden? Wat een pech. Nu is hij weg. Nou, en? Er komt om de haverklap een bus. Daarom hoef je toch niet zomaar de straat op te rennen. Als je je doel veilig wilt bereiken, moet je ook wel eens een omweg op de koop toe nemen. Kijk toch eens om je heen. Zie je dat verkeerseiland daar? Waar zou dat voor dienen? Een eiland. Een vakantie? Ah, ik weet het. Om even te pauzeren. Precies. Hier kun je in 2 keer de straat oversteken. En dat is veel, veel veiliger. Maar altijd eerst goed uitkijken. Het vlaggetje uit de fles! Een vlaggetje. En wat dan nog? Je hebt nog niet alle onderdelen gevonden. Wacht maar, je zult wel zien. Wil je naar de speelstraat? Ja? Nee? Wil je naar de zebrasteeg? Ja? Nee? Waar komt dat ding nou vandaan?
Maar Fred, dan hoef je nog niet zomaar de straat op te rennen. Dat je over het zebrapad gaat, is goed. Toch mag je nooit, nooit en te nimmer zomaar de straat op gaan zonder eerst uit te kijken. Wat is er? Wil je hier wortels schieten? Die bus brengt me waar ik wezen moet. Maar wie er zomaar op los rent, die doet het niet goed. De bus missen, daar kom je best overheen. Er komt weer een nieuwe, zo meteen. Het belangrijkste is dat je hem veilig bereikt. Daarvoor heb je regels die iedereen begrijpt. Dit eiland op straat is bijvoorbeeld niet gek. Bij het oversteken is het een veilige plek. Dus let altijd op en rustig aan. Als je goed uitkijkt, zal het wel gaan. Tegelijk. Iemand heeft warempel een dynamo en een voor- en achterlicht in de vuilnisbak gegooid. Of zit er in dat verhaal van die rare flessenfiets toch iets waars? Vergeten. Ik ben benieuwd of je nu alles goed doet. Hé, hey, dat telt niet. Ik heb je nog helemaal niet uitgelegd dat je met je hand een teken kunt geven. Dat spreekt toch vanzelf? Zeg, stel je niet zo aan, hè? Joepie! Dat was helemaal niet moeilijk. Toch zou ik nu wel eens willen weten wat die witte strepen op straat betekenen. Al is het nog zo druk op straat, als je over de zebra gaat, kom je veilig door het verkeer. Dan is een stoplicht niet nodig meer, want bestuurders moeten voor je remmen als ze je bedoeling kennen. Maar laat het de auto's duidelijk weten, want een zebra zegt niets. Dat kun je wel vergeten. Eerst nog uitkijken en pas dan... Weet je zeker of je veilig over kan? Wil je naar het plein bij de ezelsbrug gaan? Ja. Nee. Ja. Ja. Nee. Vriend,
Ik heb die muis al eens ergens gezien. Waar was dat ook alweer? Wil je naar het plein bij de ezelsbrug gaan? Ja. Nee? Ja? Vinden. Dat zei ik toch al. Fietsonderdelen liggen niet gewoon voor het rapen. Volgens mij heeft iemand je beetgenomen. Cleo, moet je kijken. Die rijden dubbel. Opzij! Oh jee, was ik maar op mijn ijsschots gebleven. Ja, ja, dat komt er nou van. Er eerst van doorgaan en dan ook nog klagen. Een stoplicht heeft zo'n groentje als jij natuurlijk nog nooit gezien. Het scheelde niet veel. Alle eendjes zwemmen in het water. Hier is een stoplicht om over te steken. Ken je de regels? Is het zo bekeken? Wordt het licht rood, moet je altijd blijven staan. Je mag dan nooit de straat op gaan. Is het licht groen, mag je verder lopen. Maar pas op, hou je ogen goed open. Je hebt van die gasten die er niets van snappen, die gewoon alle regels aan hun laars blijven lappen. Ze slaan de hoek om en ze rijden als een gek. Blijf dus ook bij groen nog even op je plek. Eerst goed uitkijken en pas dan weet je zeker of je veilig de straat over kan. Een achterwiel. In een boom? Wat een stomme schuilplaats. Je doet het uitstekend. Wauw, ik heb alles goed gedaan. Geweldig, Fred. Het loopt op rolletjes.
pillen nodig? Ajaj, kapitein. 3 kilo. Komt voor mekaar. Wil je naar de wasweg gaan? Ja. Nee? Naar het koekoekskruispunt, alsjeblieft. Het koekoekskruispunt, geen probleem. Het is goed zo. Bedankt. Erg aardig van u. Wil je terug naar de haven? Ja. Nee? Zo kom je bij het memory spel. Wil je het spelen? Ja. Nee? Ja? Hé, wat een vervelend spel. Die kaartjes zien er allemaal hetzelfde uit. Helemaal niet vervelend. Je moet de kaartjes ook eerst omdraaien. De kaartjes op het rode vlak zijn de geluidskaarten. Ik wil die. Een autotoeter! Dat hoor je toch zo? Heel goed, maar dat is nog niet alles. Probeer op het blauwe vlak het bijpassende plaatje te vinden. Dan neem ik gewoon dat kaartje daar. Eens kijken wat erop staat. Wat een pech! Alleen maar zo'n stomme telefoon. Trek het je niet aan. De eerste kaartjes zijn altijd het moeilijkst. Onthoud goed waar de 2 kaartjes liggen en probeer het gewoon nog een keer. Nu worden de kaartjes geschud. Bravo, fantastisch! Geweldig! Prachtig gewoon. Fantastisch, ga door. Uitstekend. Heel goed. Bravo, fantastisch. Geweldig. Prachtig gewoon. Fantastisch, ga door. Joepie, gewonnen. En wat gaan we nu spelen? Wat?
Wil je soms verder spelen? Ik dacht dat je een fiets zocht. Dat is waar ook, mijn flessenfiets. Dat was ik helemaal vergeten. Wil je naar de was weggaan? Ja. Nee? Ja? Wil je naar de tackledam? Ja. Nee? Ja? Mijn speentje. O jee, dacht ik het niet alweer, die speen. Oef, een monster. Het wil me opeten. Een monster? Heb jij een monster gezien? Nee hoor, jij? Ik ook niet. Wil je naar het koekoekskruispunt? Ja? Nee? Ik heb alles goed gedaan. Geweldig, Fred. Het loopt op rolletjes. Het zal me wat worden als je hier nog eens op die fiets rondpeddelt. Ik moet er niet aan denken. Wil je naar de speelstraat? Ja?
Nee? Het muisje, wat vind je ervan? Schatje, het is geen gezicht. Bij groen mag ik oversteken. Heel goed, Fred. Groen is altijd goed. Erna, je hebt je paraplu vergeten. Oei! Wil je naar de haaienbeek? Ja? Nee? Wil je naar de speelstraat? Ja? Heb je alle fietsonderdelen al gevonden? Als je een fiets hebt, kun je hier je fietsdiploma halen. Ik kom terug. Waar zouden de andere delen van de fiets toch zijn? Gelukkig had hij een helm op. Autoportieren zijn onberekenbaar. Verdorie! Kan er niet beter uitkijken? Leo, moet je kijken daar! De fiets uit de fles! Joepie! Inderdaad! Je hebt nu alle delen gevonden, maar
Daarmee kun je nog lang niet rijden. Je moet de fiets eerst eens goed in elkaar zetten. Dat is toch heel gemakkelijk? Dat denk jij. Ook een fiets heeft zijn regels. Op het stuur kun je niet zitten en met het zadel kun je niet sturen. Probeer het maar eens. Op ieder deel van de fiets kun je klikken en het naar de juiste plaats slepen. Ik ben benieuwd of het je lukt. Het frame houdt de hele fiets bij elkaar. Bravo! Jouw fiets heeft twee wielen. Hier zie je het voorwiel. Heel goed! Jouw fiets heeft twee wielen. Dat is het achterwiel. Uitstekend! Met het stuur bepaal je waarheen je rijdt. Fantastisch! Met de bel kun je laten horen dat je eraan komt. Bravo! Door je dynamo geven je lampen licht. Heel goed! Met deze lamp kun je ook in het donker zien. Uitstekend! Op het zadel kun je zitten. Fantastisch! Deze lamp zorgt ervoor dat ook anderen je in het donker zien. Bravo! Als er geen lucht in de band zit, kan de fietspomp helpen. Heel goed. Met dit vlaggetje is een fietser veel beter te zien. Uitstekend! Het is me gelukt! Nu kan ik beginnen! Wacht even, niet zo vlug! Zo kunnen we je nog niet in het verkeer sturen. Je hebt nog nooit gefietst. Probeer nu eens met je fiets veilig tot aan de finish te rijden. Als je dat lukt, krijg je ook een rijbewijs. Kan ik nu gaan rijden? Op dit oefenparcours kun je leren fietsen. Je moet met je fiets langs de hindernissen rijden, tot aan de finish. Ben je klaar voor de start? Wat is er nu? Hoe lang moet ik hier nog staan wachten? Hier kun je met je fiets oefenen. Je moet staan. Daar ga ik! Bravo, ga zo door! Je bent er bijna! Ai, ai. Bah, dat kan iedereen overkomen. Nog een keer! Geweldig! Nu is het niet ver meer. Fantastisch! Je hebt het bijna gehaald. Wee! Ik heb het gehaald! Kom op met dat rijbewijs. Wacht, wacht even. Wordt al aan gewerkt? Als je wilt, kun je hier je naam zetten. Wil je je speciale rijbewijs afdrukken? Wil je het parcours nog een keer afleggen? Ja? Nee? Nee? Gefeliciteerd! Je bent geslaagd! Joepie! Mijn eerste rijbewijs! De fietshelm krijg je van mij cadeau. En denk er steeds aan, alleen fietsen met je helm. Bedankt! Tof! Dan krijg ik ook geen builen. Wel, Cleo, daar sta je van te kijken, hè?
Cleo? Cleo, waar ben je? Cleo! Zou ze zich verstopt hebben? Waar zou ze uithangen? Nu ja, ik zal haar wel vinden. Ver kan ze toch niet zijn. Een meeuwenveer. Dat betekent, Cleo kan niet ver weg zijn. Wil je naar de haaienbeek? Ja? Nee? Pogo, het licht staat toch op rood? Een brede rivier, daarin stroomt al het drukke verkeer. Dan spring je niet hals over kop in het water. Je wacht rustig af, ook al wordt het wat later. Als stoplicht of zebra als brug ontbreken, kijk dan goed uit waar je over wilt steken. Zoek een eiland in de kolkende vloed. Daar sta je veilig, man, daar sta je goed. Daar kom je op krachten, nog heel even wachten. En joebiede, wow, dan ben je er zo. Wil je naar de zebrasteeg? Ja? Nee? Wauw, niet gek. Goed gemikt. Verdorie, alweer. Terwijl ik toch weet dat ik eerst 3 keer moet kijken. Agent, die moet ik mijn fiets laten zien. Hallo? Hallo? Hallo Fred. Maar je hebt een nieuwe fiets. Kun je daar echt op rijden? Tuurlijk. En kijk eens, ik heb ook een echte helm. Prima.
Dat is precies goed. Onder zijn voeten. Hoe doet hij dat? Oei! Als Cleo dat had gezien, had ze me vast flink op mijn kop gegeven. Aha! Dat is duidelijk een haring. Vers. Cleo's lievelingskoosje. En vers. Ik had haar bijna te pakken. Wil je naar de zebrasteeg? Ja? Nee? Tekenen? Zo betekent dat bord nog helemaal niets. Je moet het eerst goed in elkaar zetten. Probeer het maar eens. Op ieder vierkantje kun je net zo lang klikken tot het juist op zijn plek zit. Ik ben benieuwd of het je lukt. Wauw! Alles goed! Kom op met het volgende bord. Wacht even. Kun je mij vertellen wat dat voor een bord is? Hier zijn werken bezig. Dat zie je toch zo? Joepie! Dat was het. Waar blijft het volgende bord? Ho, niet zo snel. Pas als je me vertelt wat het bord betekent. Dat is toch gemakkelijk. Hier mag je te voet gaan en met de fiets rijden. Geweldig, Fred. Goed zo. Maar de fietsers moeten hier wel voorzichtig zijn en rekening houden met de voetgangers. Dat bord ken ik. Dat betekent... opgelet. Precies. Hier hebben de anderen voorrang. Dus eerst goed uitkijken en voorzichtig zijn. Alleen als de weg vrij is, mag je verder rijden. Dat bord is makkelijk. Rood, oranje, groen, hier staat een stoplicht. Bravo, fantastisch. Helemaal goed. Aan dit bord kan iedereen zien dat bij het volgende kruispunt een stoplicht staat. Yippie! Nu is het bord goed. Bravo! Dat is het teken voor een voorrangsweg. En wat betekent dat? Dat alle voertuigen op deze weg voorrang hebben. Dat is toch logisch? Wil je naar het koekoekskruispunt? Ja? Nee? Ja? Je kunt bellen zolang je wilt. Ik loop heus niet zomaar zonder te kijken de straat op. Zeg,
Wat een rotstreek. Een papieren meeuw in een doos. Dat kan alleen maar betekenen dat ik Cleo op het spoor ben. Wedden dat ik veel sterker ben dan jij? Wedden van niet? Kijk toch uit! Ik werd bijna overreden. Sorry, ik deed het niet expres. Kom, we maken het weer goed. Dat werd ook wel tijd. Ik dacht al dat je niet meer kwam. Zeg, hoor eens even. Ik moest dwars door de hele stad. Het lijkt erop dat je het inderdaad hebt gehaald. Gefeliciteerd. Nu, het viel echt niet mee, geloof me. Als ik thuis vertel, zullen ze wel opkijken. Vast. Dat je met een fiets terug zou komen... Dat had zelfs ik niet gedacht. Nou, goeie reis dan maar. En de groeten aan je familie. Wat is er, Cleo? Ben je soms verdrietig? Nee, ga maar. Kunnen we niet samen naar de Zuidpool gaan? Dan leg ik je de verkeersregels in de ijsbergen uit. Misschien vinden we nog wel een flessenfiets. Dan heb jij er ook een. Goed idee. Ik ga mee. Wil je echt stoppen? Ja? Nee? Nee? In dit verhaal ging van alles verkeerd, maar onze Fred heeft veel geleerd. In het verkeer moet je regels kennen. Je kunt niet zomaar de straat oprennen. Als jij je ook aan de regels houdt, dan gaat het ook bij jou niet fout. Wil je echt stoppen? Ja? Nee? Ja?